Welkom bij deze video-instructie en in dit filmpje ga ik laten zien hoe je een wolkenlucht kunt schilderen. Ik had wat voorbeeldjes. Ik ga eigenlijk verschillende technieken laten zien hoe je dat met aquarel kunt aanpakken. Dit is aquarel en ik gebruik het ook bij water en een penseeltje. En ik heb verder keukenpapier met een potloodje en ook een paar losse keukenpapiertjes klaar liggen. Ik doe deze even aan de kant. En dat ga ik laten zien, want om jouw vel op te delen in vier stukken, kun je het beste gebruik maken van tape. Ik heb zelf de randjes alvast even afgetaped. Dus ik ga een beetje tape gebruiken. Dit gaat eventjes aan de kant. Zo. En dan ga ik mijn vel proberen netjes op te delen in vier gelijke stukken. Een beetje op deze manier, zo. En op... Zo, kijken of ik het een beetje recht kan doen. Nou, zoiets. En dan gaan wij beginnen met het volgende. Ik ga wat wolkjes proberen te tekenen. Ik doe dat eigenlijk een beetje op deze manier. Ik teken gewoon hier wat wolkjes in. Ik maak de onderkant altijd een beetje plat. En dan teken je daar een wolkje bovenop. En dan ga ik echt hier op het tape ga ik ook echt tekenen. Want dat is namelijk straks heel mooi. Als je dan de tape eraf haalt, dan heb je ook op de rand van het papier een paar wolkjes. Hier wat wolkjes, hier zo, een kleintje. Kan een beetje variëren. En je hoeft ze natuurlijk niet op dezelfde manier te tekenen als ik. Maar de techniek is misschien wel handig om even te onthouden. Nou, wat we aan het doen zijn, is tekenen met aquarel. En aquarel is eigenlijk waterverf. En deze, dat op de rand tekenen, noem je afsnijding. Dus de tape snijdt eigenlijk het wolkje af. Gaan we beginnen met het volgende. Ik zet dit even goed klaar. Ik ga een beetje water pakken. Ik had hier wat water. En dan ga ik een beetje van deze lichte blauw hierin mengen. Dus ik pak echt veel verf. En ik ga echt veel verf mengen. En dan gaan we straks kijken hoe ver we daarmee komen. En dan ga ik gewoon heel precies langs deze wolkjes. Ik begin aan de bovenkant van het schilderijtje. Dan ga ik erg precies proberen mijn potloodlijntjes te volgen. En de lucht in te kleuren. En dan zul je straks merken dat de wolkjes mooi wit blijven natuurlijk. Dus heel precies ga je over al deze lijntjes die je net getekend hebt. Ja, en als je een beetje eroverheen gaat, is het natuurlijk niet zo erg. Maar ik vind het wel mooi om de vorm die ik net met potlood getekend heb, echt een beetje te volgen. Nou, ik begin hier aan de bovenkant. En als ik de bovenkant klaar heb, zal ik laten zien hoe je de rest afmaakt. Zo. Want bij de lucht is het vaak zo dat het bovenin donker is. En hoe verder je naar beneden gaat, wordt het wat lichter. Dus dat kun je gewoon heel makkelijk doen door steeds wat water bij te pakken. Waardoor het blauw steeds iets dunner zou worden. En ook steeds lichter van kleur. En dan moet je je voorstellen, het gekke van aquarel is dat als dat het nat is, zoals nu is de verf nat, dan is het best wel donker, maar het droog licht erop. Zo. En hier moet je gewoon echt even rustig de tijd voor nemen. Dus ik ga dit even op mijn eigen tempo doen en gewoon even versnellen. Dan zul je zo meteen zien hoe het is geworden. Belangrijk is dus dat je constant water hier zo aan toevoegt. Waardoor de verf steeds lichter van kleur zal worden. Steeds lichter blauw. Oké, nou ik vind het eigenlijk zo wel even goed. Ik heb nu alles netjes ingekleurd. En neem hier rustig de tijd voor. Het is geen, je mag zo lang erover doen als dat je wilt. Maar nu heb ik je één techniek laten zien. Nu wil ik je eigenlijk wel een andere techniek laten zien. Die iets sneller werkt dan dit. Want dit duurt best wel lang. Ik zet mijn bekertje met water vast even hier zo neer. Want deze tweede ga ik afmaken door hem helemaal in te kleuren met water. En dus echt
Ik weet niet of je het op de camera kunt zien, maar ik maak hem echt goed nat, dit vakje. Want zometeen gaan wij namelijk nat in nat werken. En dat wil eigenlijk zeggen op een natte ondergrond. Dus je hebt al natte verf, maar dan heb je ook een natte ondergrond, waardoor je hele mooie effecten kunt maken. Ja, ik weet niet of het een beetje te zien is, maar dit is echt goed nat op dit moment. Want als ik dan met blauw, ik pak even wat meer erbij, dus ik pak even weer, ik zet deze weer even hier neer, kun je het goed zien. Als ik dan met blauw hier overheen ga, dan zul je merken dat het een beetje gaat vloeien. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want als ik dit even helemaal inkleur, zo, op deze manier, krijg je echt hele gave effecten. En ik doe het niet eens heel netjes, want ik vind het juist wel mooi om dit soort gekke vlekken te maken. En hier heb je al best een hele mooie lucht. Je kunt het zo op laten drogen. Maar wat ik eigenlijk wil doen, is een keukenpapiertje pakken. En als het dan nog nat is, echt een paar lichte witte vormen, witte wolkjes proberen hier uit te halen. En ja, je kunt het doen waar je wil. Hè? Dus je hoeft niet per se op de plekken te doen waar ik het doe. Maar op deze manier wordt het hopelijk, even opnieuw, echt straks een paar mooie witte lichte wolkjes. Zo. Die heel mooi donzig zijn. Zo. En je zou zelfs nog, als je dat wil, ga ik een heel klein beetje zwart pakken. Zo. Het is echt te veel, dus ik heb nu te veel zwart gepakt. Dus ik doe het in het bakje hiernaast met een hoop water erbij en dan wordt het wat lichter. Zo. En ga ik een paar van deze wolkjes een heel klein beetje wat grijze vlekjes geven. Dan lijkt het straks of er een beetje regen in dit. Ja, ik doe het aan de onderkant. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar aan de onderkant van deze witte wolkjes maak ik een paar een beetje grijzig. Zo. En ja, je hoeft niet zoveel te doen, dus ik vind het zo eigenlijk al wel goed. Nou, het ziet er misschien nu nog een beetje gek uit, maar als het straks opgedroogd is, is het hopelijk wel mooi om te zien. Nou, de derde wolkenschilderijtje, de derde wolken, gaan we weer op een andere manier doen. Ik heb heel schoon water nodig, dus ik ga mijn water even verversen. En daarna ga ik laten zien hoe we dat gaan doen. Nou heb ik hier alleen water aan mijn kwast zitten. En als je dan een vormpje gaat tekenen, een wolkje, gewoon met water, dus zonder verf. Je moet misschien een beetje scheef of schuin op je papier kijken, zodat je kunt zien waar je water aan het op je papier aan het doen bent. Maar ik heb hier wat grote vormen gemaakt die echt nat zijn. Zo. En nu ga ik proberen met deze blauwe verf tussen dat water door te schilderen. Dus nou ja, net zoals we net gedaan hebben. En dan zul je merken, als je dan toch per ongeluk dat water raakt, dat je hele mooie effecten gaat krijgen die echt een beetje ervoor zullen zorgen dat jouw, zie je dat het een beetje gaat vloeien? Echt allemaal, ja, heel mooi donzige wolkjes krijg je daardoor. Dus dit hele, zeg maar, het werken met aquarel is eigenlijk niks anders dan experimenteren, spelen met water. Want door die vlekjes te creëren, dit soort gekke effecten, krijg je dus ook echt een mooie lucht. Nou, de onderkant maak ik gewoon even simpel af door het zo in te kleuren. Als ik te snel ga, zet hem gerust op pauze, zodat je het kunt volgen. Zo. En dan ga ik, ja, ik zie dus wat witte vlakjes, zoals hier en hier en hier. Die ga ik wel een beetje dicht maken, dat vind ik mooier dan ze open laten. Maar zoals die gekke vormen die in elkaar overlopen, vind ik eigenlijk wel heel mooi. Ik probeer dit gewoon eventjes nog net wat netter uit te werken. Zo. En dan ga ik het zo laten opdrogen op deze manier. En dan hoop ik dat ik straks een mooi kleureffect, verfeffect krijg. Zo. Nou heb ik drie schilderijtjes gemaakt met eigenlijk redelijk eenvoudige lucht. Dus ik bedoel echt een mooie heldere hemel, blauwe lucht. Maar ja, ik wil ook wel graag eentje maken waarbij je echt een beetje een zonsondergang ziet.
En dat is ook echt wat meer werk. Dus dat ga ik hier zo laten zien. Ik maak even mijn kwastjes schoon en dan ga ik wat oranje maken. Dus ik doe dat hier even. Dus ik pak wat geel, zo. Klein beetje rood. En dan ga ik proberen echt een mooie felle oranje te maken. En hier zo ga ik dan een zonnetje schilderen door eerst een rondje te maken en vervolgens hier een soort de onderkant helemaal te vullen met deze oranje kleur. Even wat water erbij pakken. En ik ga deze hele onderkant vullen met oranje. En het mooie van zeg maar het werken met een zonsondergang is, als je nu zegt ja, moet meer verf hebben, dan kun je gewoon een beetje rood erbij pakken. En ook al is dat dan niet exact dezelfde kleur, dat maakt helemaal niet uit. Want bij zo'n zonsondergang is het vaak mooi als de kleuren net steeds een beetje verschillen. Dus ik ga nu wat iets andere oranje toevoegen. Zo. Ook hier aan de bovenkant een beetje. Dus probeer dit zonnetje echt wit te laten, zo licht mogelijk. Een beetje meer rood. En dan krijg je echt hele mooie kleuren. Zo. En het is het mooiste als het ook echt in elkaar overvloeit. Dat je echt al die gekke, mooie, vlammende luchten krijgt. Nou, zoiets als dit vind ik voor nu wel even goed. Want ik wil de bovenkant ook even doen. Maar die bovenkant, die wil ik een beetje blauwig maken. Zo. Dus hierboven ga ik het blauw maken. Dus ik pak een beetje van deze kleur. Ik heb het nu een beetje vies gemaakt, maar dat is niet erg. Ik voeg wat van deze donkerblauw voeg ik hier aan toe. Zo, nog meer. Nog meer. Echt een hoop van deze donkerblauw. En een heel klein beetje paars. En dan krijg je echt een mooie avondachtige lucht. En je ziet al wel dat de kleuren hier zo op deze rand een beetje in elkaar overvloeien. Daar ga ik straks nog wolkjes overheen schilderen om dat nog mooier te maken. Maar ik maak nu dus een beetje een hele donkere blauw. Doordat we die tape hebben, kunnen we ook steeds tot op de rand werken, wat het wel heel praktisch en gemakkelijk maakt. Nou, hier zo bij het randje vind ik het nog niet zo mooi, maar ik ga proberen een beetje wat wolkjes hier zo. Soms moet je maar gewoon even meekijken in plaats van luisteren wat ik zeg, want dan kun je het misschien makkelijker volgen. Dus ik maak echt wat vlekjes hier zo over deze oranje lucht heen. En straks, als dit is opgedroogd, ga ik hier nog meer wolkjes overheen tekenen. Nou, ik kan wel een paar, beetje paars toevoegen, vind ik eigenlijk wel mooi. Klein beetje paars, zo. Dan heb je vast een paar donkere wolkjes, donkere vlekjes. En ik doe het dus heel snel. En ik doe het ook niet te netjes, want dan ziet het er vaak iets natuurlijker uit als je het gewoon een beetje, ja, kinderlijk doet haast. Ik weet niet of je begrijpt wat ik daarmee bedoel, maar vooral niet te precies. Dat bedoel ik eigenlijk. Oké. Nou, ik vind deze eigenlijk wel eventjes goed zoals die nu is. Ik ga hier straks nog even mee verder. Want in de tussentijd zijn mijn andere schilderijtjes wel een beetje opgedroogd. Wat wij gaan doen. Ik pak deze er even bij. Wij gaan nu bezig met het schilderen van de horizon. En de horizon is eigenlijk het verste punt waar je naar kunt kijken. En ik had hier nog wat zwart. Daar ga ik een beetje zwart aan toevoegen. En een heel klein beetje van deze mosachtige groen. Zo. En dan ga ik hier een lijntje zetten. Op deze manier. En deze ga ik inkleuren, want dit wordt mijn horizon. Beetje meer zwart.
een beetje meer groen. En als je deze ingekleurd hebt, kunnen we een paar boompjes erin tekenen. Ik ga een beetje een Nederlands landschap maken. Dus ik zorg even dat ik wat verf heb. Zo. En ik ga proberen heel recht 4 boompjes te tekenen. Dus ik heb de stammetjes en nu ga ik op de stammetjes wat blaadjes zetten door gewoon een beetje heel voorzichtig wat op te verven, vlekjes maken. En dan moet je vooral zorgen dat hier aan de onderkant, dat je daar niet gaat schilderen. Want dat wordt natuurlijk de stam. Dus anders dan zie je niet meer dat er aan de onderkant een stam zit. En deze ja, hoge bomen zie je veel in Nederland. Ze zijn eigenlijk een beetje populierachtige bomen. Van die lange, slanke, mooie, hoge bomen die veel wind vangen. Zo. Een beetje op deze manier. Vind ik het eigenlijk wel prima. 4 boompjes. Nou, laten we maar gelijk de volgende doen. Hier zie je ook dat de lucht een beetje is opgedroogd, wat grijziger, wat meer bewolkt haast. Ik ga ook weer hetzelfde doen. Ik pak een beetje van deze zwart, geen groen, want ik ga hier gewoon een strakke lijn zetten, op deze manier. Ik zet hier een lijntje en ik ga hier, het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik ga proberen een soort dorpje te tekenen. En even kijken, kan ik deze eventjes hier neerleggen, want dan kan ik het even voordoen. Als jij een huisje tekent, zo, maar je kleurt hem helemaal in. En je ziet dus echt alleen maar de grote vorm van het huisje, dus de buitenkant, dan noem je dat een silhouet. En ik ga daarvan nu een aantal silhouetten tekenen. En door hier gewoon een wat groter torentje te tekenen, op deze manier. En daar vervolgens heel precies een puntje aan te maken met een zo klein kruisje. Maak hier een dakje. Heb ik het silhouet van een kerkje getekend. Nou, en ik wil ook wel graag wat andere gebouwtjes ernaast hebben. Dus ik maak nu gewoon wat dakjes en je kunt er zelfs een schoorsteentje aan toevoegen. Maar echt op deze manier maak je dus heel simpel iets dat lijkt op een dorpje. Zo. Nou, misschien wel één dakje hier. Ja, je kunt zelf even kijken hè, hoe lang je hiermee doorgaat en wat je allemaal wilt toevoegen. Ik vind het eigenlijk zo wel eventjes goed. Zo. Oké. Nou, bij deze laatste, of bij deze derde moet ik zeggen, zie je dus dat er wat gekke effecten zijn ontstaan. Op zich, als je dat niet mooi vindt, kun je dat nog wel weer een beetje bijwerken door er weer overheen te schilderen. Maar ik vind het eigenlijk wel geinig. Dus ik ga hier gewoon weer verder. Ik had hier nog wat zwart. En ik ga hier een hoop groen aan toevoegen. Want ik ga hier namelijk de horizon mee maken. En ik wil hier echt een beetje een bos maken. Dus ik maak een beetje een wat niet al te rechte vorm. Bij de vorige twee schilderijtjes heb ik geprobeerd om het echt heel recht te doen. Ga ik bij deze iets minder doen. Dus ik maak het hier een beetje een soort dal, lijkt het haast. Op deze manier. Zo. En dan ga ik hier ook weer boompjes in schilderen. En dat doe ik op de volgende manier. Even wat groen maken. Ik ga proberen hier wat stammetjes te tekenen, zoals ik nu op deze manier doe. En als ik dan zo'n stammetje heb getekend, dan kan ik door middel van een soort Z, is dat stammetje, kan ik door Z'tjes te zetten, proberen hier een boompje van te maken. Dus ik hoop dat het te zien is, maar de hele tijd deze beweging te maken, kun je proberen om je echt een beetje een soort boompjes. Niet allemaal. Maak ze een beetje verschillende hoogte en verschillende grootte en een beetje over elkaar heen. Vind ik vaak ook wel mooi. Hier tussen nog eentje. En ik probeer echt om een beetje wat verschillende boompjes hier zo in te tekenen.
Dus even uitproberen. Je kunt het altijd even op een los velletje oefenen. Maar zo krijg je aardig een mooie bosrand. Een mooie, ja, bergtop is het haast een beetje. Zo. En het is daarbij wel echt belangrijk dat je dus goed oplet dat jouw lucht echt droog is. Anders dan gaat het weer in elkaar overvloeien. En dat ziet er gewoon vaak net niet zo mooi uit. Ik zal deze even aan de kant doen. Want ik vind persoonlijk, zo zie je dus dat je door best wel een gekke lucht, maar doordat je de boompjes dan een beetje realistisch doet, dat het er nog best wel interessant en goed uitziet. Maar goed, je bent natuurlijk vrij om dat op jouw manier te doen. Nou, deze lucht vind ik eigenlijk al heel mooi, maar ik wil toch nog kijken of ik een paar paarse wolkjes kan maken. Ik had hier nog een beetje paars, maar dat is te weinig. Dus ik ga wat blauw toevoegen en wat van deze donkerrood. En dan heb ik echt een mooie paars. Die paars ga ik gebruiken om een paar heel voorzichtig, een paar mooie donkere paarse vlammende wolkjes erin te tekenen. En dan hoop ik dat daarmee het zonnetje nog net een beetje wat meer realistisch eruit komt te zien. Ik heb zelfs een beetje over het zonnetje heen getekend. Soms heb je dat de wolkjes voor de zon terechtkomen. Ik ga gewoon proberen hier nog net een paar wolkjes overheen te schilderen. Zo. En je moet dus altijd wel echt even goed kijken of jouw lucht wel droog is. Want als je nu hier overheen gaat en het is nog niet droog, ja, dan wordt het moeilijk om zeg maar van deze strakke vormpjes te maken. Dus dan gaat alles in elkaar overvloeien. En dat kan heel mooi zijn, maar ja, als je dat niet wil, dan is dat misschien heel vervelend. Zo. Nou, ik ga dit zometeen eventjes, wacht ik even tot het droog is. Als je daar geen geduld voor hebt, kun je altijd een föhn pakken. En vervolgens ga ik dit laatste schilderijtje ook nog eventjes netjes afmaken. Nou, dan gaan we het volgende doen. Ik maak een beetje van deze zwart die ik hier nog had. En ik ga daar ook een beetje paars aan toevoegen. Zodat het echt een hele donkere zwart wordt. Maar wel net een klein beetje paars. En dan ga ik hier over, daar moet je een beetje lef voor hebben, maar over dit schilderij ga ik dus gebouwtjes tekenen. Deze gebouwtjes die zullen een soort skyline, een beetje als New York, gaan vormen. Het is wel handig dat je dan eerst toch even een klein beetje de grond erin tekent. Dan heb je die horizon vast staan. Ik zal even netjes afmaken, dan maakt het iets duidelijker. Maar ik zal zo meteen, zul je wel zien hoe dat wordt. Dus ik ga allemaal gebouwtjes hier zo tekenen. Precies over deze lucht heen. Dus ja, daar moet je echt een beetje de tijd voor nemen. En ik teken eigenlijk gewoon vierkantjes, zo. Of rechthoekjes moet ik eigenlijk zeggen. Pak weer een beetje paars, donkerpaars. En die teken ik hier dus echt een beetje overheen. En wat je kunt doen is af en toe een antenne of een gebouwtje hier zo bovenop zetten. Door gewoon net een beetje dit uit te laten steken. Je kunt allerlei vormpjes verzinnen. Maar ik zal dit even zo afmaken. Ik doe hier even een grote nog voor. Zo. En ik ga ook een paar gaatjes erin maken. En dat worden dan, lijkt het of het ramen zijn of dat je door dit gebouw heen kunt kijken. Ziet er soms wel mooi uit. Ik zal zo meteen, zul je wel zien wat ik daarmee bedoel. Dus nu zit er in dit gebouw zitten de twee grote gaten. Zo. Ik maak dit schilderij even af en dan kun je zo meteen zien wat het is geworden. En op deze manier heb je
Ja, 4 keer een totaal andere lucht geschilderd. Dus echt totaal andere technieken. En het is een beetje aan jou om te kijken wat je fijn vindt. Het enige wat we nu nog even moeten doen is deze tape eraf halen. Maar ik ben bang dat als ik het nu aftrek, dat ik het papier beschadig. Dat zou zonde zijn. Dus ik ga hem even droogfeunen en dan wordt gelijk de lijm in de tape wordt warm. Waardoor je heel makkelijk de tape los kunt halen. Dus dat ga ik nu even doen. En zo is het geworden. Zo zie je dus hoe je best wel snel eigenlijk dit soort schilderijtjes kunt maken. En het mooie van zo'n manier waarbij je 4 verschillende dingen maakt, zodat je echt een beetje kunt uitzoeken wat je zelf prettig vindt en hoe je op jouw manier met aquarel kunt gaan werken. Bedankt voor het kijken naar deze instructievideo en tot de volgende video.